Paddy, jij hebt zojuist een fitting gedaan. Ja. Jij hebt de complete set fitting gedaan, waarbij we geanalyseerd hebben waarmee jij nu golft. We hebben gekeken naar alles in je tas, van ijzers, hybrides, fairwood, driver, wedges, putter. Ja. Hoe was jouw ervaring? De ervaring was super. Maar ik denk dat het best wel belangrijk is van wat was mijn verwachting toen ik hier kwam. En die was eigenlijk een beetje, ik speel 15 jaar, nee, ik heb 15 jaar clubs in mijn handen. Waarvan de laatste 7, 8 jaar wekelijks speel. Heel veel pro's ook gehad. En dan op een gegeven moment ben je toe aan een andere set en dan denk je, laat ik toch een set echt op maat meten en wat kan dan beter. En natuurlijk bij ons in de buurt kan ik het ook laten doen. Maar dan struin ik toch het internet af en dan kijk ik van waar is het beste gevoel. Nou, ik moet 120 kilometer rijden, maar dat was het meer dan waard. Want het gevoel wat ik had was, kom ik nou hier in een soort winkel waar iemand alleen maar allerlei clubs in mijn handen duwt en zegt, nou wat voel je nu en wat is nou het lekkerste? Dat zegt me niet zoveel, maar als je kijkt naar het begin, hoe je hier ontvangen wordt, dat is in een huiselijke omgeving. Dat is al belangrijk, vind ik. En dan wordt er echt tijd voor je genomen. En tijd is, we zijn nu 3-4 uur bezig. Waarbij in het begin niet alleen gekeken wordt van wat voor clubs heb ik, maar hoe sta ik eigenlijk de golven. En daar heeft Hans me heel veel al bij geholpen om te zeggen, kleine dingen veranderen. Dat waardeer ik. Daar moet je van houden, maar ik waardeer dat. En daarna komt eigenlijk pas het meten van wat doe je nou eigenlijk met die club en wat wil je er nou eigenlijk mee bereiken. Nou, en dan data zegt natuurlijk alles naast het gevoel. Maar als je dan kijkt wat er uit de data komt en de verschillen in clubs en dan ook de combinatie van shaft en clubhead. Dus niet van, oh, dit is een standaard set, wat natuurlijk altijd kan. Maar dat was voor mij meer dan ik ooit had kunnen dromen of verwachten. Ja, superleuk. Wat, ja. Het verhaal was tweeledig. Jij had pingijzers van de I20-serie. Daar stond op de shaft regular. Ja. Maar die zaten qua stijfheid tussen stiff en extra stiff. Ja. Wat is jouw leeftijd? Ik 61. 61 en jouw swingspeed zat gemiddeld rond de 76 mijl per uur, wat heel netjes is. Ik heb je toen een lichtere, een soepeler shaft gegeven. Ja. En je ging van gemiddeld 130 meter ging je zo naar 145. Ja. En je hebt zelfs een paar keer de 150 aangeraakt. Ja. En dan heb je ze nog niet eens in je tas en heb je nog niet een tijdje. Ja. Jouw hybride 3 heb ik vervangen voor een hybride 4 en 5. Ja. Die was ook erg stijf. Ja. Ik heb een hele kleine aanpassing aan je swing gedaan. Die kostte eigenlijk helemaal geen moeite. Nee. We hebben daar nog een klein videootje van gemaakt. Ja. Dat als je het een keer wegglijdt, dat je weet waar je op moet letten. Ja. En je sloeg daarna eigenlijk alleen maar hele mooie rechte ballen. Ja. De driver, daar moet je nog een beetje mee oefenen. Die ging ietsje minder, maar je voelde ook dat dat veel makkelijker sloeg. Gaat ook helemaal goed komen. Is dit, toen je zeg maar ons vond op internet... dacht je, dit is high-end, dit is alleen maar voor pro's. Wat was de uitstraling? Met wat voor gevoel kwam je hier naartoe? Nou, ik juist niet dat ik het gevoel had alleen maar voor pro's. Als je kijkt, en dan ga ik alleen maar af wat voor informatie op de website te behandelen is. De complexiteit wordt uitgelegd in de filmpjes, maar ook hier te plaatsen. Van wat is nou een club en waar bestaat het uit? En flexibiliteit en de stijfheid. Is juist eigenlijk als je tijd terug mag draaien, 15 jaar geleden, ik zou eigenlijk iedereen adviseren. Het mooie was, daarnet was er ook een echtpaar, die hadden 4 lessen gehad en komen dan voor een set. Ja, ik mag me nergens mee bemoeien, maar dan zou ik eerlijk zeggen, ga nou gewoon even een set op maat laten meten. Laat je, en ga dan lessen, want de ervaring die ik heb met lessen, je leert een heleboel, maar je leert ook een heleboel dingen niet.